Goedemiddag jongens. We zijn nog eens op zaterdag. Als je vanaf daar naar deze motor kijkt, deze motor ziet er gewoon eng uit. Het is gewoon een kanon. Dus als je dit je voorkant filmt, je wordt er gewoon bang van die motor. Maar, voordat we maar verder gaan, wil ik jullie wat uitleggen over deze snoep. Deze snoep komt daar uit deze verpakking van Haribo. Ik ging eens een keer een motorscooter kopen in Duitsland. En was niet zo ver weg hoor, ik denk een 100 of 3 hier vandaan. Daar, misschien 400 kilometer. Reken ik aan de fabriek van Haribo. Toen dacht ik, oh, hier komt Haribo vandaan. Dus Haribo is een Duitse bedrijf. Maar wat ik vooral over deze wil vertellen. Ik ben gek op deze snoepjes. En deze aardbeien ook. Hè. Maar deze snoepjes, hè, toen ik als klein jochie zijnde. Was een jaartje 4 denk ik, 5. 30, 32 jaar geleden. Had ik allemaal deze kocht ik voor 5 cent. Een stuiver heet dat. 5 cent kocht zo'n ding. In de 5 cent in de guldenstijd. Ja, toen in de guldenstijd was een hele andere tijd. En deze aardbeidjes, weet je hoe lekker die waren. En nu nog steeds hou ik van deze Haribo snoepjes. Ze smaken zo lekker. Ik weet niet wat erin zit. Het lijkt wel of ze er heroïne in hebben gedaan. Want het lijkt wel of je aan verslag gaat. Maar ik ken ze gewoon door elkaar in. Dan ben ik zo lekker. Ik geniet ervan. Maar ik ga je vertellen. Oh. Ja. Plek in tanden. Plek in tanden. Ik weet niet of er rotzooi erin is. Maar hij smaakt iets lekker. Dat is het. Je kan een keer op staan, dan ben ik het helemaal niks aan. Kom on jongen, dit gaat jongen. Ik reed in de week hier, die weg hier. Maakte een wielen jongen, die mensen stapten gewoon. Maakte nog een keer een showtje die kant op. Alle mensen stappen gewoon uit de auto's, kijken zo. En ik boem, boem. Man kent niks aan. Buiten of rood rijden. Dus een keer boem omgedonderd. Even op grote rijden. Geen omdonderen, geen probleem. Maar een keer dikker zo'n ding. Helemaal niks, helemaal nieuw is die. Omgedonderd. Toen hij is omgedonderd. Daarna gaan we rijden. Dan zien we een keer dat die stuurschijf staat. Nee. Het is niet de stuur die komt staan. Het zijn die voorvorkpoten. Wat gebeurt er? Ga je uitleggen. Voorvorkpoten. Dat is een kroonplaat. Kroonplaat, balhoofd boven. Kroonplaat boven. Die poten zitten in de kroonplaat. Wat gebeurt er als je valt? Dan verdraaien de poten zich in de kroonplaat. Dan gaat hij zo staan. Die poten horen er zo in zitten. Als je valt, klik. Blijven zo zitten. Waarom gaan ze niet terug? Omdat nog alles vast zit gedraaid. Dus wat doen wij? Als wij alles losdraaien. En dan doen we. Kijk zo. Shit! Wat is dat? Kom zuur uit je motor! Dat is water in de balhoofd. Ja, dat is water. Dit heb ik eerder meegemaakt met die motoren. Laat hem zo een momentje, kom bij hoor! Yes! Kijk, ik heb het eerder meegemaakt. Hè. Hij is open, hè. Of rood rijden of als je hem gaat wassen. Hij is heel gevoelig voor water hier. Dit is normaal, dit is normaal. Kijk wat er nou komt. Kijk, wat doen we? Kijk, eigenlijk in principe kun je die poten er al zo uitdraaien. Zit. Kijk, ik heb de poten al in mijn handen. Ik heb ze helemaal compleet. Wat gebeurt er? Kijk, laat je jullie even zien. Dus één poot. Dan heb je het kabel vast. Niet los kunnen maken, stinkt. Zo. Die poten liggen hier. Doe maar een keer op de motor. Ga ik even in de hemel staan. Doe
voor de ketting in te zetten. Je mag het niet doen, moet je met een spreek. Ja, als je vet op zit, dan ja, ja. Het is voor een machine in de winkel, maar het is zelf. Ja, zelf. En nog een vraagje. Ik wil mijn zip terug laten voeren naar originele kilometers. Ja. Ja, je weet niet hoe dat aan het weet. Ja, je moet hier niet gaan bekijken, dan heb je wel een gegeven dat je dat voor hebt. Ik heb met lucht een beetje tussen neergespoten. Kijk, ik ga je laten zien wat er gebeurt. Kijk, die stuur staat recht boven hier. Hè? Stuur staat recht. Moet je beneden kijken, heb ik hem scheef gezet. Hij kan zich verdraaien. En als hij verdraait, dan verdraaien die poten. En dan rij je lekker of je op een scheef motor rijdt. Er is helemaal niks aan de hand. Er is niks aan de hand. Het is alleen dat hij zich verdraaid hebt. Dan maak je het helemaal netjes los. En daarna douw je alles netjes. En dan is het weer in elkaar. Maar ik ben hier toch, ik zie in één keer dat deze... Ik vind hem wel erg veel... Ja. Ik denk... dat ik hem toch los ga maken. We zijn er toch? Ga ik die balhoofd insmeren en doen. Zijn er toch? Jongens, niet zelf doen, langskomen, wij doen het voor jullie. Sommige dingen lijken allemaal zo makkelijk en dan als je eraan begint, dan heb je pech. Oh, kijk, hij begint nog goed lekker. Ik ben net gebeld door iemand, hij zegt Isa. Ik ben net gebeld door iemand, hij zegt Isa, mijn motor, hij doet raar. Hij heeft er zelf aangesleuteld, heb ik hem weggestuurd, zeg, doe ik niks aan mee. Kijk, als het met je motor is, gelijk brengen, de prijzen zijn niet hoog bij ons. Ik heb bij ons goed werk, het is een hobby, ik doe het graag. Dan maken we het netjes in orde voor je, dus niet zelf eraan zitten, niet lopen kloten. En dan ga je eraan beginnen, en dan ga je het verkloten, en dan kom je achteraf en stuur ik je weg. Zeg je, nee, wil ik niks meer doen. Waarom wil ik niks mee doen? Als ik iemand aangesloten heb, dan moet ik eerst het probleem oplossen wat diegene heeft gemaakt. En dan pas het probleem van die motor. Als er iets is, langs wengen, wij regelen het voor je. Water. Op een gegeven moment, hier ben ik, ik kap even aan. Op een gegeven moment, dan stuurt hij gewoon beroerd. Maar dat komt door dit.
Kijk, dit gaan we helemaal schoonmaken. Dit gaan we schoonmaken, doorblazen met lucht. Gaan we invetten. Daar gaan we schoonmaken, invetten. We gaan het helemaal in orde maken, dan kunnen we rijden met dit ding. Dus jongens, nog een keer die kant op. Dat is vies. Weet je wat het gevaarlijkste is? Vuur en water. Vuur en water is het gevaarlijkste. Dus we laten Joe. Dus goed jongen. Goed. Dus wat we gaan doen? Wij gaan die brug schoonmaken. Dus kijk, het is helemaal hier een ramp geworden hier. Het lijkt wel een tornado wat hier langs geweest is. Dus dat gaan we in orde maken. Schoonmaken. Gaan we invetten. Dan gaan we de motor in elkaar duwen. Dan is hij in orde. Wij hebben de motor uit elkaar gehaald. De reden was om met de poot iets krom stonden. Toen zag ik een keer die begon te lekken. Dat is bekend. Dus, dat heb ik vaker meegemaakt bij dingen dat in een keer water uitkomt. Hij is gewoon, daar is hij gewoon gevoelig voor. Want het is een open motor, er komt gewoon water, modder, veiligheid voor als je een stukje water door het water heen rijdt. En dan krijg je dit. Dus wat wij gaan doen is, we gaan jullie verlaten. Ik vind het goed, Joe.